internetoplichters dan, die kunnen makkelijker gepakt worden. Ja, want banken gaan namelijk het naam en adres van oplichters aan gedupeerden geven. Dat is een nieuwe regel die nu bekend is geworden. Vanaf februari zal dat uiteindelijk allemaal geregeld kunnen worden. En via de rechter kun je dan vervolgens eenvoudig proberen je geld terug te krijgen. Ja, en dat is mooi nieuws, want nu kon je sowieso naar je geld fluiten als je bijvoorbeeld iets gekocht had via Marktplaats en dat pakketje vervolgens nooit kwam. Nou, nu kun je dus vragen om de contactgegevens. Er gaat nog wel wat aan vooraf. Je moet namelijk wel aangifte doen. En vervolgens moet er dan ook gekeken worden of diegene toch niet het geld aan jou terug wil betalen. Dan moet je dan 21 dagen op wachten. Maar als het dan niet gebeurt, dan kun je vervolgens die gegevens krijgen. Trouwens wel met de specifieke waarschuwing dat het niet de bedoeling is om zelf verhaal te gaan halen. Je moet het dan wel bij de rechter gaan aanvechten. Ja, het is wel weer, dan weer ingewikkeld. Want hoe voorkom je nou dat mensen er niet... Het is zo Nederlands. Het is echt zo Nederlands. Ja, ik weet niet. Ik denk dat je op een gegeven moment het wel goed is. Ik had gedacht dat het lang mogelijk was om te achterhalen wie mij opgelicht heeft, zodat ik mijn geld terug kan halen. Maar ja, je creëert wel de mogelijkheid dat mensen op een gegeven moment eigen rechter gaan spelen. We hebben de laatste tijd vaak genoeg gezien dat mensen toch op een gegeven moment uit frustratie voor eigen rechter spelen. Maar ja, het is heel typisch. Ja. Ja, het is echt, we regelen het helemaal door, zodat het eigenlijk geen sens meer maakt.